Ik vond hem qua voedingswaarde best heel goed. De citroensap is ook voor de linzencurry. We hebben altijd veel groenten in de vriezer. We beginnen gewoon hierboven. Dit is de granola. Hi allemaal, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik krijg heel vaak te horen dat jullie weekboodschappen shoplogs altijd super leuk vinden om te zien. Ik probeer alleen telkens een beetje een nieuw concept te bedenken, zodat het niet elke keer hetzelfde is, niet te saai is. Dus bij deze week ga ik jullie heel snel laten zien wat voor weekboodschappen ik heb gekocht. Ik ga daarbij ook laten zien welke maaltijden ik gepland heb voor deze week. En ik ga je laten zien wat ik in mijn voorraadkasten en in mijn koelkast heb liggen. Zodat je een goed beeld krijgt van wat is er hier in huis. En waarmee gaan we de komende week onze maaltijden inrichten. Ik bestel mijn boodschappen online, vaak bij Jumbo, soms ook bij Albert Heijn, dat wisselt een beetje. Ik koop meestal voor 5 avonden maaltijden in, want ik merk dat dat handig is, want er is altijd wel een keer dat we ergens anders eten of willen bestellen of nou ja, dat het gewoon niet uitkomt zoals ik gepland had. En ik vind het zonde om dingen weg te moeten gooien, dus doe ik voor 5 avonden bestel ik maaltijden en natuurlijk de andere dingen die we nodig hebben. Ik begin maar gewoon even hier. Hier, dit is tosti brood. Dat gebruikt Sven heel graag voor het maken van tosti's. Bolletjes, die gebruikt Sven ook heel vaak. Ik heb granola besteld. En ik kijk dan altijd, ik vind het leuk om verschillende uit te testen. Deze keer heb ik deze. De Crush Granola Pindakaas Banaan. Ik vond hem qua voedingswaarde best heel goed. Ja, weinig suiker, relatief veel eiwit en medium in vezels. En ik vond het ook heel leuk dat het met restproducten zeg maar gemaakt werd. Dus dit no spon, maar dat vond ik een leuk product. Dan heb ik hier een komkommer. Waarom zitten die toch altijd in plastic, hè? Ik snap dat echt niet. Kan toch best zonder. Bananen. En noten. Hier zit er ergens nog eentje van in. Yes. Deze is altijd 2 voor 5 euro. Ik vind die heel fijn. Of als tussendoortje of door mijn ontbijt. Of bijvoorbeeld dan eet ik als tussendoortje iets van yoghurt met wat noten erin en wat fruit erin. Maar ik heb, dit is een van mijn favorieten. De Notenmix Pistache ongezouten. Dan heb ik hier paprika's. En tomaten. Deze zijn voor maaltijd nummer 1. Dat is een veganistische linzencurry. Ik had nog linzen in huis. Ik had nog ui in huis. Ik had daar nog heel veel voor in huis. Dus ik dacht, die kunnen we dan wel eten. Daarbij eten we naanbrood. Ik weet trouwens niet uit mijn hoofd of deze veganistisch is. Het lijkt me sterk. Al kan ik niet zo snel iets vinden wat niet veganistisch is. Maar pin me er dus niet op vast. Ik heb hem alleen even snel gescand. Dan heb ik baby melkpoeder. Die is natuurlijk voor Olivia. Eieren. We hebben eigenlijk altijd ei in huis. Sven eet het heel vaak als ontbijt. Of ik als tussendoortje. Of voor op brood. Of nou, dat. Courgette. Die wil ik ook voor Olivia gaan gebruiken voor een hapje. Daar heb ik ook broccoli voor gekocht. Lekker makkelijk voorgesneden broccoli. Soms maak ik het mezelf gewoon echt eventjes makkelijk. Omdat het anders zo druk wordt in een week. Verse broccoli zou ik zeggen dat het ietsiepietsie gezonder is. Omdat dit al voorgesneden is. En vitamine C oxideert dan vrij snel aan de lucht. Dus ik zou zeggen dat vers ietsiepietsie gezonder is. Maar dit keer ging ik echt voor gemak. En het maakt niet een heel groot verschil. Yoghurtbiscuits. Sven vindt het heel vaak fijn om mee te nemen. En ik vind het ook af en toe fijn gewoon om een biscuit ding te eten. Ook niet het meest gezonde, maar wel gewoon heel lekker. Ontbijtkoekrepen vindt Sven ook altijd heel lekker. En ik ook voor af en toe. Wat zit erbij? Taco kruiden. Dit heb ik niet besteld. Maar het zit er wel bij. Dus of het is gewoon extra gegeven of het is een foutje. Oh, er zit hier een flyer van bij. Dus het is kennelijk er extra bij gedaan. Dan tomatenpuree. Die ga ik. Die is ook voor de linzencurry. De citroensap is ook voor de linzencurry.
We hebben altijd koffiemelkcupjes in huis. Want wij gebruiken zelf geen koffiemelk in de koffie. En alleen, het is dus alleen voor visite. En bijvoorbeeld mijn vader, Sven's vader en de schoonmaakster gebruiken koffiemelk in de koffie. Maar als ik dan zo'n bakje koop, dan is het snel over datum. Dus dat vind ik dan zonde. Dus daarom heb ik die cupjes. En hier zitten nog dropjes in. We vinden het altijd heel lekker om drop in huis te hebben. En dat snoepen we dan gewoon tussendoor als we daar zin in hebben. Dan heb ik hier kebab dijfilet flakes. Die is voor door deze salade. Ik heb namelijk één keer over makkelijk gesproken salade voor ons gehaald. Omdat we een vrij drukke week hebben. En ik weet dat we anders snel, vooral Sven, is dan snel geneigd om te bestellen of iets te halen. En dat is dan voor hem niet per se echt een genietmomentje. Maar het is gewoon echt uit gemak dat hij dat dan doet. En ik weet dat hij een salade ook heel lekker vindt. Dus ik heb een salade voor hem gehaald. En voor mij heb ik deze salade. Maaltijd salade geitenkaas. Is niet de meest calorieën. Arme. Oh, nou, valt deze nog mee. 636 calorieën. Die van de Albert Heijn zitten meer calorieën in. Maar dat maakt me eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Ik vind hem gewoon echt heel lekker. Dus die heb ik uit gemak gehaald. Dan voor mezelf kwark. Jullie weten ondertussen, ik houd van kwark als ontbijt. Dus voor 6 porties kwark. En ik neem het ook wel eens als tussendoortje. Dan heb ik voor 1 keer aardappelen, vlees, groenten in gedachten. Een plantaardige burger, de Beyond Burger. Ik vind deze vreselijk duur, maar wel vreselijk lekker. Met krieltjes. En voor Sven, prei à la crème. En voor mij had ik nog groenten in de diepvries zitten. Dat is dus maaltijd nummer 3. Maaltijd nummer 4 is een pokeball. Ik had daarvoor nog risotto rijst. En die maak ik met radijsjes, komkommer die we net zagen, zalmvlees en avocado. En daar gaan dan nog een beetje chia zaadjes overheen. Dus dat was maaltijd nummer 4. Oh, ik wou zeggen waar is dit gehakt dan voor? Maar dat is voor maaltijd nummer 5. Dat is een aanrader van een vriendin van mij. Het vers pakket voor Mexicaanse nacho schotel. Dus zij is van ja, die is echt onwijs lekker. Moet je een keer proberen. We hadden hem nog nooit gegeten. Dus die heb ik gekocht met gehakt erbij. Want dat moest je dus zelf toevoegen. Dus dat is de laatste maaltijd die ik heb gekocht. Verder kaas. We houden allebei van kaas op brood. De worteltjes die zijn voor en als snack en voor door de linzencurry. Mandarijnen heb ik gekocht. Brood voor mezelf. Een half volkoren brood. Deze is diep gevroren, maar dat maakt me niet uit. Ik doe hem of in de diepvries of als het brood hierop is, wat zo is. Ja, het brood is hierop. Doe ik hem gewoon hier in de la. En als laatste heb ik diepvries bosbessen besteld. Dat vind ik en voor mezelf lekker en voor Olivia vind ik het handig dat ik altijd iets van fruit in de diepvries heb. Oké, dat was wat ik besteld heb. Laat ik nu dit hier laten liggen en nu laten zien wat er nog in de koelkast, wat er nog in de vriezer zit en wat er in de voorraadkast zit. We gaan beginnen met de vriezer. In het bovenste vakje zitten alleen koelpacks. Verder dus niks. Hierin zitten zakjes met, hoe heet dat? Appelstroop erin. Die heb ik gebruikt toen ik stuwing had tijdens mijn borstvoeding geven. Het is heerlijk om dit hiermee te koelen en dit blijft heel soepel. Maar we vinden het ook bijvoorbeeld lekker. Bijvoorbeeld Sven had last van zijn pols laatst, dan doet hij deze er ook op. Dus ik laat ze maar gewoon even liggen. In het tweede laadje, hij moet trouwens een keer ontdooid worden hoor, dus let daar even niet op, zitten vooral heel veel hapjes voor Olivia. Hier zit nog kleine hapjes in. Dit is nog broccoli en nog rijst. Die heb ik in ijsblokjesvormpjes gedaan. Hieronder zitten ook nog dingen met borstvoeding in die we nog niet gebruikt hebben. Heel af en toe geef ik Olivia nog gewoon een beetje borstvoeding om ja, dat we dat en nog hebben. En omdat het gewoon goed, ik vind het goed voor haar immuunsysteem. Over Olivia gesproken, hier zit ook brood voor haar in. Een half brood dat niet volkoren is, dus een gewoon bruin brood. Want ik vind volkoren brood wat heftig voor haar darmen. Achterin lag nog een half pakje tartige taartdeeg. En hier hebben we nog persikpartjes die we kennelijk vorige week niet gebruikt hebben. En dan hieronder zitten nog oven- en airfryer kaassoufflés die er al heel lang in zitten volgens mij. Hier zit nog een pakje bladerdeeg in. En diepvries dopertjes, diepvries spersiebonen.
Oh, de vriezer wordt boos dat ik hem dicht moet doen. Diepvries pompoen en diepvries spinazie à la crème. We hebben altijd veel groente in de vriezer. Oh, en hier ligt nog vlees voor Mauti. Zo, snel dicht, stil. Dan gaan we naar de koelkast. Ik heb hem niet opgeruimd, dus dit is echt de real life. Al valt het volgens mij, ja, valt nog aardig mee. Hier bovenin, we hebben er nog koffiemelkcupjes, zie ik. Great. maar goed, Muhammara vind ik heel lekker voor op brood. Er staan nog, oh, ik moet wel goed richten. Er staan nog augurken, zie ik. Er staat nog een woksausje. Gember vind ik echt perfect. Gehakte gember voor in gerechten. Dan ligt er nog geraspte kaas. En Sven heeft nog eiersalade voor op brood staan. Deze moet weg. Die is al van vorige week. Die is al bijna een week oud. Lijkt me niet echt lekker. Daarachterin staat ook nog mais die ook weg kan. Zuivelspread voor op brood. En boter voor op brood. Dan tomaatjes en hummus voor op brood. Die vind ik ook altijd heel lekker. En hier staat nog een currypasta. Die we graag gebruiken voor in gerechten. En nog crème fraîche staat hier. Dan hebben we nog een paar aardbeidjes over. Een plantaardige melk. Nog een boter. Die hadden we mee, eentje mee voor op vakantie. Vandaar dat het er twee zijn. Nog een restje kwark. Nog kaas, eieren en een restje komkommer. Dan hebben we hier nog een courgette. Een halve meloen. En een wit biertje. Hierin, oh, we hadden ook nog veel komkommer, zie ik. Nou, dan weet ik wat ik als tussendoortje ga eten straks. Maar op zich komt dat echt wel op bij ons. Een aubergine, komkommer, nog een paprika en nog een biertje. En in de deur staan twee soorten zero limonade. Die hebben we eigenlijk altijd in huis om een keer wat anders te drinken dan koffie of thee. Melk, yoghurt, mayonaise en curry. En hier nog frietsaus en American frietsaus. Eén van daar is ook van de vakantie nog. En wat andere sausjes. En hierboven zijn nog wraps die over zijn. En nog geraspte kaas die over was. En nog één koffiemelkcupje. Dan gaat die er eventjes daarbij. En dan kunnen die andere koffiemelkcupjes wel in de voorraadkast. Maar dit is dus wat er nog in de koelkast zat voordat ik boodschappen ging bestellen. En dan tenslotte gaan we naar de voorraadkast. Dat is misschien ook wel leuk om te zien. Want er zijn wel dingetjes die ik echt altijd in huis heb. Zodat ik altijd wat te pakken heb. Als ik trek krijg in een snack of in iets gezonds te eten. Ik wil namelijk dat er eigenlijk altijd iets gezonds in huis is. Zodat ik nooit hoef te bestellen als ik daar niet echt zin in heb. Natuurlijk als ik er wel zin in heb, dan mag het. Geen probleem. Maar ik kan bijvoorbeeld altijd iets van een mie met groente uit de diepvries maken en ei erbij. Of rijst of zoiets. Kijk maar, dit is de voorraadkast. Deze is toevallig net opgeruimd. Dus dit is wel een beetje een vertekend beeld. Normaal is dit echt een grotere rommel. We beginnen gewoon hierboven. Dit is de granola die ik nog had, ook van de vakantie. Maar deze is aan vervanging toe. Krusli chocola vindt Sven heel lekker. Hier nog twee koekjes, Belvita koekjes. Hier heb ik dus als aanvulling die sultana's voor. Krakots vindt Sven heel lekker en Olivia. Hier staat eiwitpoeder en hierachter de Oslo Skin Lab verpakkingen die ik nog niet heb gebruikt. Mocht je mijn vlogs volgen, dan weet je wat het is. Hier zijn pinda's. De nootjes komen hier dus nog bij. Havermout vind ik altijd fijn in mijn huis te hebben voor het ontbijt. Maar ook bijvoorbeeld om iets te bakken of zo. Pompoenpitten en chiazaad en gebroken lijnzaad staat er nog achter. Crackers heb ik eigenlijk altijd in huis voor eventueel lunch of voor tussendoortje. Gaan we een plank naar beneden. Er staan verschillende woksausjes, sweet chili saus, sojasaus. Nog een sojasaus. Ik heb samengewerkt met Gotan, dus ik ben echt fan van Gotan producten, dus die zie je heel veel. Hier staat ook nog vissaus en nog een kleine sojasaus en een oestersaus. En dan hier bechamelsaus, die vindt Sven heel lekker voor de bij de lasagne. Achter staat nog sriracha trouwens, dat is een pittigere saus. Gebruiken we niet heel veel, maar voor af en toe vind ik het wel lekker. Aardappelpuree, zoals je ziet, nog helemaal dicht. Gebruiken we eigenlijk nooit, maar ja, ik weet niet, die hebben we een keer in huis gehaald. Dan champignonsaus, vindt ze een heel lekker voor over de groenten of zo. Maar ook deze hebben we al heel lang in huis. Is hier niet over datum trouwens? 11-8-2022. Nee, die kan nog net. Hier staan twee soorten mie.
die niet meer in de bakken paste. Rijstnoedels en authentic wheat noodles. Hier zit in witte rijst voor Olivia of voor als wij geen zin hebben in zilvervliesrijst. Dit is de risotto rijst waar ik het over had voor de sushi bowl. Dan hier mie en spaghetti. Hier ook nog mie en couscous en zilvervliesrijst. En nog een beetje farfalla heet het volgens mij. Iets van pasta in ieder geval. Dan hier blikjes, mais, kikkererwten, vegetarische knakworsten en linzen, maïzena, tahin, honing, appelstroop en pindakaas. Kan natuurlijk niet ontbreken. Dan hier suiker, lichte basterdsuiker, normale suiker, vanillesiroop. Hier zit bakpoeder in, pannenkoekenstroop en poedersuiker. En daarachter staat nog een dichte basterdsuiker. En dan de laatste. Hier zijn keelsnoepjes, want we zijn allebei aan het hoesten geweest. Hier staan schoonmaakmiddelen en hier staan nog biertjes. Oh, en natuurlijk Maukies kattenvoer. Dus dat beneden nog. En daar staan wat snoepjes en lekker voer en nou, dat. Zo, dan heb je een idee wat we in huis hebben. Dit verschilt natuurlijk altijd een beetje per keer. Maar dit is wat we momenteel in huis hebben. En wat ik erbij heb gekocht qua boodschappen. Hier kunnen we dus net geen week mee overweg. Meestal gaan we dan op vrijdag nog een keer naar de winkel. En ook wel eens tussendoor als we dingen vergeten blijken te zijn. Maar in ieder geval, ik zou zeggen dat we er voor 80-90% de week mee doorkomen. En in het weekend halen we dan wel eens wat extra lekkers of wat ander drinken. Of nou, gewoon iets waar we zin in hebben. Maar ja, ik vind het gewoon heel fijn om het meeste in ieder geval in huis te hebben. Dat ik niet iedere dag naar de winkel hoef. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Laat even weten wat jij in huis hebt, wat je bij mij hebt gemist. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik hoop in ieder geval dat je misschien wat inspiratie hebt opgedaan uit deze shoplog en uit deze kastenvideo. Kastenvideo. Daar is vast een betere term voor. Nou goed, ik kan er in ieder geval nu eventjes niet opkomen. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot in een volgende. Doei doei!